Welkom bij RTV Sporteditie vanaf de Rode Watervilla. Waar gaan we het over hebben? Ongeveer 2 weken geleden heb ik gesproken met Theo Boersma. Hij ging de Vierdaagse lopen op een hele speciale manier. Nu is hij terug met heel trots zijn medaille. Daar gaan we natuurlijk het over hebben. Want hoe is dat allemaal gegaan, die 4 dagen in Nijmegen met Theo Boersma? Theo, daar sta je dan met je schitterende jas en natuurlijk het pronkstukje medaille. Even zo algemeen, hoe waren deze 4 dagen? Nou, ik heb het beleefd als persoonlijk een heel groot feest. Voor mezelf, omdat ik het ook gehaald heb. Want natuurlijk is het altijd spannend. Voor mijn eigen persoonlijkheid was het spannend, omdat ik natuurlijk dit jaar niet getraind had. Maar dat doe ik dus eigenlijk nooit. Maar ik ben wel heel ziek geweest. En zou ik nog de conditie hebben om het gewoon te doen. En het is zowaar gewoon gelukt. Ja. Een feest apart. Ja. Kan niet meer zeggen. Ja, ik zag een aantal foto's passeren van jou. Roze woensdag is natuurlijk een groot feest daar zo, maar ook denk ik een mooie kleur voor jou. Nou ja, het is niet een kleur voor mij persoonlijk. Want ze denken als je gay bent, nou, dat het allemaal dan de dag is. Maar het is gewoon een dag voor de tolerantie, denk ik. En ze maken er elk jaar wat van. Ik heb nu ook heel veel gezien dat ze maken ook een blauwe dinsdag. Ja, nee. Waarom, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar als je dan praat over feest, is het feest. En wat ik dan ook wel best wel heel leuk vind, dat mensen, hetzij groot, hetzij klein, iets raars aan doen. Ja. Dus ja, ik noem het maar gewoon voor de tolerantie naar elkaar. Ja. Maar je liep ook met een flamingo. Waarom heb je een flamingo meegenomen? Omdat die fel roze was en omdat ik van gekkigheid hou. Oh, ja. En ik maakte gewoon veel grapjes. Elk jaar verzin ik wel iets. En dan kom ik wel iets tegen in een kringloop of op een rommelmarkt of zo. En denk, hey, nou, dat pak ik mee. Ja. Even over de route zelf. Ik heb begrepen, de eerste dag ging achterste voor, andersom. Is dat belangrijk voor een loper aan de Vierdaagse? De eerste dag een keer een ander gezicht op de route? Nou ja, ik dacht aan mezelf, het is dat eigenlijk allemaal vreemd. En toen dacht ik eerst, nou, ben ik nou weer zo'n nuchterigheid dat ik denk, ja. Maar ik hoorde gelukkig heel veel mensen die hadden ook zoiets, hé, hoe gaat dat nu? Het voelde anders. Ja, ze hebben het gedaan om dan 's middags niet op de dijk te lopen. Ja. Maar de grote grap was, dan liepen we 's middags langs de snelweg in de felle zon. En ik, weet je, zo kijk ik daarna, het is natuurlijk een wandeling. En je moet je gewoon voorbereiden, mentaal voorbereiden, lichamelijk voorbereiden. En ik denk dat ze het ook heel goed doen voor de hulporganisatie. Men kan moeilijk op de dijk komen als wat aan de hand is. Merk je iets dat er bijna of meer dan 38.000 mensen aan het wandelen zijn? Nou, dat merk je hoor. Goedemorgen. Het is overal ontzettend druk. En vooral 's ochtends de start. En dan moet je zo'n bandje scannen. En dan denk ik, ja, dat zou wat sneller kunnen. Want dat hoor ik wel eens met hardlopen. Dat ze een soort met chip aan de schoenen hebben. Dat je dan bijvoorbeeld over zo'n mat en dan ben je ingecheckt. Oh, ja. Maar zo doen ze het gewoon niet. Nou ja, weet je, ook dat hoort erbij. Ik ga geen uren wachten. Ik ben er om 5 uur of om 6 uur. En het komt zoals het komt. Ik maak me echt om niks geen zorgen. Hoe vroeg is nou 6 uur? Hoe vroeg is nou 5 uur? Want je kunt, het is niet meer donker, maar het is wel erg vroeg. Het is vroeg, maar je weet het gewoon. Je slaapt erop. Het is niet te geloven. Ik zet een wekker en je bent eigenlijk banger dat je verslaapt. Dan dat je gewoon slaapt. Ik was bijvoorbeeld de laatste nacht was ik om 2:30 al wakker. Nou, dat is geen lolletje hoor, in zo'n sportzaal. En iedereen op zijn slippertjes, heel zachtjes langs zijn bed. Want ik lag aan de zijkant van de accommodatie. Ja, ook daar irriteer ik me niet aan. Want dan denk ik, neem het zoals het is. Ik heb je trouwens ook nog op SBS6 gezien. Je werd geïnterviewd door dat meisje, die vrouw. Ja, door Evelien de Bruin. En die kwam vragen 's ochtends of ik er tegenaan zag dat het warm was. Nou, ik geef 1 antwoord. Het is niet warm, het is zomer. En als het zomer is het gewoon lekkere temperatuur. En natuurlijk, het is 's middags gloeiend heet. Want je loopt als asfalt. Nou, je voelt gewoon de warmte naar boven komen. Maar ja, ik vind dat fijner als die naar regen en iedereen loopt als een pingwing met zo'n poncho aan en een paraplu op en noem het maar op. En waar ik van geniet, de mensen aan de weg. En natuurlijk, iedereen heeft het heet. Nou ja, blik op oneindig, denk aan het bier en het komt allemaal goed. Hey, even over je schoenen. Je zei in de vorige uitzending van schoenen heb ik allemaal niet nodig. En dat is allemaal een beetje, nou ik zeg het in mijn eigen taal, een beetje flauwekul. Want je kunt ook op andere schoenen lopen, dat doe jij hè? Ik moet zeggen dat ik het geen flauwekul vind.
Want mensen moeten doen zoals ze zelf doen, willen, maar voor mij geen schoenen aan. En waarom niet? Ik loop 4 dagen op teefaas, een wandelsokje eronder. Het ziet er niet uit, maar het loopt als een trein. En ik heb geen blaar, ik heb geen pijn, ik heb alleen maar moeie voeten. Maar die hebben we allemaal. Ja, ik wou zeggen 4 dagen 40 kilometer, 160 kilometer. Wat merk je daar aan je lijf? Want op den duur is er toch wel een pijntje hier en een pijntje daar. Ik merk er gelukkig zelf heel weinig van, een beetje beurse voeten. Maar er zijn prachtige medicaties voor. Dus mijn therapie is gewoon een Ibuprofennetje en een biertje erbij. Nou, dan gaat hij lekker werken hoor. Ja. Voor, jij was in het begin, dat zei je vorige keer ook, blarenprikker. Ben je daar nog geweest of was het niet nodig? Ik ben gelukkig niet bij de blarenprikker geweest. Ik laat me ook nooit masseren. Dus ik ben 's avonds gewoon vrij. Even over die 30 kilometer. Ik kreeg hier op het terras nog wat te horen. Ja, Theo zou gezegd hebben, die 30 kilometer kunnen we beter maar afschaffen. Want voor de 40 dan gaan we pas. En al een beetje mensen die een beetje krakkemikkig zijn, die moeten gewoon niet meedoen. Nou ja, weet je, wie de schoen past, trekt hem aan. Kijk, ik vind zelf, als ik oudere mensen zie wandelen en dan wandelen met een gebogen rug of pijn of zweet, een grote lichaam. Nou, als je een ambulance ziet of een hulporganisatie, zijn het vaak allemaal oudere mensen. En ik denk, als je ouder wordt, dat het gewoon te zwaar wordt. Voor die 30 kilometer? Ja, ik merk het aan mezelf ook. En ik heb gewoon het vermogen nog om daarmee om te gaan. Maar ja, ik zie mensen lopen en denk, ja, wat voor een plezier beleef je dat? Ja, die mensen zijn natuurlijk, als toen ze jong zijn, ook gaan lopen. En ze willen natuurlijk heel graag ook hogere medaille. Dat snap ik natuurlijk ook. Maar ik blijf erbij en denk, ja, wat voor plezier beleven hun er ook gewoon aan. Daarmee zeg je, en mensen die hier dat in het dorp zeggen, die heb ik ook niet meer gezien lopen met 30 kilometer. Dus nee, maar ik heb even nagekeken. 11.000 en een beetje lopen de 30 kilometer en 18.000 de 40 kilometer en wat minder de 15. Dus de 40 kilometer is het meest populair. Maar uiteindelijk toch nog wel bijna 12.000, zeg ik maar, 30 kilometer lopen. Dus dat is toch wel fors. Ja, het is fors omdat de mensen door elkaar ouder worden en jonger. En ze gaan natuurlijk ook lekker de 30 lopen. En ik zou dat ook gewoon doen. Maar ik heb het nogmaals over mensen die gewoon zoveel moeite hebben met lopen. Die niet in hun omgeving ze kunnen samenvoegen als je ze aanstoot of dergelijke. Nou, je krijgt gewoon nog gewoon een grote mond. Je wordt als een snotaal bekeken. En dat zijn mensen dat ik denk van, nou, daar is geen Vierdaagse voor. Want de Vierdaagse is natuurlijk een van origine een oud-Hollandse wandelmars, laat ik het zo maar zeggen. Met allemaal orkestjes. Ja, het is nu gewoon één grote big party. Yeah. Nou, en ik kijk er gewoon zo. En dat is mijn mening. En daar blijf ik ook gewoon bij. Daarmee zeg je niet van die 30 kilometer moet worden afgeschaft. Nou, het is niet voor niks dat de 30 kilometer nu ook in tweeën gesplitst is. Ja, weet je, laat mensen het lekker doen en hoe ze het zelf willen. En val elkaar daar gewoon niet op aan, want dat vind ik gewoon kinderachtig. Doe lekker je ding hoe je het zelf wil. En ik doe het op mijn manier. En ik heb een feest gehad. Ik heb 4 dagen feest gehad. Je staat hier alsof je vandaag, teruggekomen bent. Ja, teruggekomen, maar of je nog fris en fruit bent. Ik ben zo fris als een hoentje. En natuurlijk heb ik iets dat je denkt, oh, nou, het kan wel, hè, je bent nog niet helemaal uitgerust. Maar ja, ik heb ook een 4-daagse kater. En niet van het wandelen, maar van het leuke feest. Ja. Ik geniet gewoon van alles om me heen. En dat mensen trots op je zijn. En dat je met elkaar een feestje maakt. En dat je 's ochtends om 7 uur politie spreekt. En die maakt de weg voor je ruim. Omdat dat gewone verkeer ook natuurlijk 's ochtends naar hun werk moet en dergelijke. Ja. En dan zegt zo'n politieagent, ja, het is alleen maar leuk en wat fijn om nu zo je werk te mogen doen. Nee, dat is anders dan al dat voetballen gebeuren. Wat allemaal kapitalen kost, de gemeenschap en noem maar op. En dan als ze verliezen, dan slaan ze de hele boel in elkaar. Nou, dat heb je met de 4-daagse niet. Even over de laatste dag. Is dat ook de mooiste dag via Gladiola? Als ik heel eerlijk ben, ik vind hem niet het mooiste. Ja, weet je, je loopt in het gevoel, nou, vandaag ben je voor het laatst en je gaat je speldje halen. Maar ik beleef het persoonlijk als een grote kater. In die zin, het is zo verschrikkelijk druk. En in Nijmegen is natuurlijk helemaal de jeugd. En dat vooral blijven doen, ze staan op daken. Het is geweldig, maar dan kom je gewoon aan op de wedren en het valt als puin in elkaar, in die zin, het is gewoon een slagveld hoe druk of het gewoon is. En dan heb ik 4 dagen het heel erg leuk gehad en dan gaan dansje maken en dan heb je je speld en dan moet ik over honderden mensen heen staan. Het is te groot.
eventjes hoe je er hierbij staat. Je ziet er schitterend uit. Spakenburg is goed. Dit was de vierde dag zoals je daar gelopen hebt. Ik mag graag een beetje opzichtig eruit zien in die zin als het feestig is. Ja. En ik heb dit jaar voor de 11e keer meegelopen. En dat betekent dat je een kroon op je gouden medaille krijgt. Ja. En toen dacht ik ga gewoon 4 dagen een ander outfitje. En of tenminste een andere kroon. Dus ik had van Wipneus en Pim een hele mooie kroon gekregen. En ik had er 2 zelf gemaakt. En een bijpassende van Patchwork. Ja, en dat... Ik dacht, nou weet je wat, ik ben natuurlijk heel erg, dat is natuurlijk mijn tweede passie in mijn leven, de klederdracht. En toen dacht ik, nou, ik heb zoveel stofjes, ga gewoon eens een leuk colbertje maken. Nou, en heel trots draag je natuurlijk je medaille. Wat voor een gevoel gaat er doorheen als je die medaille krijgt uitgereikt, Theo? Nou, daar heb ik nog aan gedacht. Geen leuk gevoel. Je komt aan op de wedtrein, oh, meneer Boers moet even scannen. Hij wordt niet opgespeld, je krijgt er zo mee en hup, gauw naar de volgende. Ja, maar er zijn 38.000 die zo'n ding moeten hebben. Je vraagt wat voor gevoel dat is. Ja. Kijk, dat vind ik dus niet leuk. Ik zou het bijvoorbeeld heel leuk vinden dat iemand de tijd ervoor neemt om hem bijvoorbeeld op te spelen. Want dan maak je wat van dat gevoel, op die manier. Okay. Maar dat is niet niks. Nee, het is een geweldige prestatie. Volgend jaar hebben we het over 2018. Doe je dan weer lekker mee? Zeg maar ja. Ik zou het heel graag willen. Ik wil heel graag ook de 12 op mijn medaille. Ik heb ooit, toen ik net begon te wandelen, een meneer hier gesproken. Hij is jammer ons al ontvallen. En ik wist niet wat ik zag. Het was zo'n mooie, prachtige medaille. En daar ben ik nu aan toe. En als ik het mag halen, dan ga ik die mevrouw ook de medaille laten zien. Okay. En wat nu heel leuk is, nou is mijn dochter Anne Fleur, die is ook helemaal... die wil het ook gaan doen. Maar ja, die is ook net zoals ik. Ja, ik wil leuk dat feestje meemaken. Maar het gaat wel om het wandelen. Okay. Alleen, ik wandel 's ochtends heel hard en lekker door. En het lukt me gewoon allemaal. En 's middags lekker van elkaar en het feest genieten. Dus dat zou ik ook heel erg leuk vinden. En dan denk ik dat ik dan psychisch de boel ga afsluiten. Want ik vind het heel erg mooi. En het is een mooie periode om te lopen. Maar je zit natuurlijk heel erg met de vakantiebestemming. Maar ik moet ook zeggen, het is elk jaar is het weer gelukt. En nu ook, mijn vriend heeft ook weer met de camper aan de weg gestaan. Was gisteren jarig. En toch staat hij er en denkt, nou ja, het gebeurt wel allemaal. Okay, 2 mooie dagen. Theo, ontzettend bedankt voor je bereidwilligheid om over je prestatie te praten. Beste mensen, Theo, toch een prestatie hoor. Of hij het nou leuk vond of niet. Mooie medaille, mooi jasje aan, mooi eruit zien. En toch binnengehaald na 4 dagen lopen op de Vierdaagse in Nijmegen. Theo, ontzettend bedankt. Heel graag gedaan. Beste mensen, dit was het. RTV Sporteditie. Graag tot een andere keer. Dag.